Yo filmbuddy, vandaag weer een nieuwe film review op de Filmfabriek en dit keer is het de Nederlandse Oscar winnaar. Om 3 uur een film review op de Filmfabriek van een nieuwe film. En vandaag is dat dus de surprise. De Nederlandse filmregisseur Mike van Diem. Het is pas zijn tweede Nederlandse film sinds 1997. Want toen maakte hij de film De Karakter. En daar kreeg hij dus een Oscar voor. Gefeliciteerd, hè? En nu is het dus de surprise met Jeroen van Koningsbrugge en Georgine Verbaan. En dat is eigenlijk een beetje een absurdistische film. Want het gaat over Jacob Zuilen de Wit en hij is een multimiljonair en hij voelt helemaal niks. Hij heeft totaal geen emoties, helemaal niks. En het liefste wil hij eigenlijk ook gewoon dood, want dan hoopt hij misschien wel wat te voelen. Nou, uiteindelijk komt hij dan in aanraking met Elysium. Dat is een soort reisbureau die dus eigenlijk, heel gek gezegd, mensen helpt bij hun dood. Crazy, hè? Maar dan ontmoet hij een dame. Nou, ik ga niet vertellen hoe dat natuurlijk afloopt. Ik vertel je wel waarom je wel naar deze film moet. Ik vind het zo absurdistisch dat er zo luchtig over de dood wordt gedaan. Dat er een reisbureau is dat mensen helpt bij zelfdoding. En dat dat zo in de film is verwerkt. Ik vind het heel absurdistisch, maar tegelijkertijd brengt het zo'n humor met zich mee. Zowel Anna als Jacob, die elkaar dus treffen bij Elysium, zijn heel erg vastbesloten en luchtig over de dood. Van, nou weet je, ik zie de dood meer als een soort etage, zegt Anna ook. Weet je, ik zit nu op de verkeerde etage, ik moet gewoon eentje omhoog. En dat vind ik best wel gek. Wij als normale mensen, tenminste als ik voor mezelf spreek, vind ik best wel gek hoe je dan zo over de dood praat. En ja, dat is best wel gek eigenlijk. En sowieso heeft deze film heel erg veel om over na te denken. Want er is een quote en die zegt: mensen zien niet werkelijk wie u bent, wordt op een gegeven moment gezegd. En dat is denk ik wel iets wat heel erg herkenbaar is. Ik denk zeker voor heel veel mensen die durven niet zich daadwerkelijk direct vanaf het begin openlijk te geven. En dat gebeurt, dat ontwikkelt zich. En dan zie je opeens wie iemand werkelijk is. En dan zijn we allemaal hele mooie mensen, denk ik. Wanneer dingen worden verklaard of de reden waarom iemand zo zich gedraagt, dan begrijp je elkaar, denk ik, veel beter. Dus het is wel zeker iets om ook over na te denken. En naast al het filosofische gelul wat deze film natuurlijk met zich meebrengt, waar je echt over kan nadenken en wat zeker interessant is, is er natuurlijk ook gewoon lekker een film over the power of love. Maar er zijn ook redenen waarom je niet naar deze film moet gaan. Het hele karakter van Jacob de Zuilen de Wit is heel gepolijst. Het komt een beetje over als een soort van robot. Je merkt gewoon dat het echt een adellijk mens is. En in het begin moet je daar even aan wennen, maar vervolgens heeft het ook wel zijn charmes. Dus ja, je kan je eraan storen. Ik deed het in ieder geval niet, maar ik kan wel dat voorstellen. Heel lang speel je eigenlijk een beetje met de vraag van: waarom willen deze twee mensen dood? Want je hebt alles wat je wilt, Jacob. Je hebt een fucking groot huis, je hebt alle auto's die je wilt. Waarom dan? En ook Anna. En die dingen worden vanzelf wel verklaard. Je moet gewoon even geduld hebben. Het maakt de film enigszins natuurlijk voorspelbaar, hè? Een man ontmoet een vrouw, blablabla. Maar in de climax niet. Je verwacht totaal niet wat er op een gegeven moment gaat gebeuren. En ik zit nog steeds achter mijn oren te krabben of nou eigenlijk echt klopt. Maar het klopt wel. Het zorgt eigenlijk eerder voor dat je deze film nog een tweede keer wil kijken. En bij jezelf moet nagaan van, klopt dit? Ja of nee? Ik ben in ieder geval aangenaam verrast met deze surprise. Snap je, surprise, verrassing, wow! Ik geef het in ieder geval 4,5 ster. En natuurlijk hebben we de welbekende Be Yourself Fail. En je hebt vandaag nog de tijd tot en met 12 uur vannacht voor het volgende. Ik ga namelijk volgende week donderdag 4 juni een filmavond organiseren bij Universal op kantoor. En dat is een exclusieve preview op de horrorfilm Unfriended. Wil je meer weten en hoe jij daarbij kan zijn? Klik dan op de vorige video, de film Buzz, waarin ik ook ga vertellen wat er precies gaat veranderen bij Netflix. Linkje vind je ook in de videobeschrijving. Abonneer, want dan zie ik je volgende week woensdag weer bij een nieuwe film. Bye, y'all. Dus, mazzel.